Zevenheuvelen, 24 jaar. Is ze. Niet echt de verwacht dat zij hoge ogen gaat gooien per se, maar wie weet. Hier zien we ook nog Lieke Hoogsteen, ook van Team Zevenheuvelen. Ja. 17 jaar met nummer 91 is dat. Heeft een persoonlijke bestijd van 2:17:22 staan. Nou, als hij die 2:14 zou kunnen halen. Zou knap zijn als 17-jarige. Het liet lang op zich wachten. Het startpistool, maar we zijn weg. Ja, het belangrijkste is dat atleten stilstaan. Hè? Dan pas mag de starter het pistool af laten gaan. Dus dat kan af en toe dan wat langer duren als er wat bewogen wordt. Ja, moet even kijken, want nu schuift het veld in elkaar en wie dan de kop gaat nemen. Dat is altijd even afwachten. Is zo weinig van te zien met dat tegenlicht. Nu langzaam maar zeker, ja, is het... Het is de Rotterdamse, maar met 2:96. Ja, Lisa de Ruiter is het inderdaad, maar er komt direct ook iemand na. Nu. Ja, Anna Eikenaal en ja. Dokrol. Ja, dus juist ook al die drie in de eerste 1-2-3. Dat is wel grappig dat die Dokrol zich in ieder geval op de thuisbaan meteen zo nadrukkelijk laat zien. Anna Eikenaal dus aan de leiding. Nou, dat is knap. En ze lopen keurig langs de wavelights nog. Dus wie weet wat erin zit voor deze atleten. Zouden toch mooie tijden kunnen zijn. Terwijl we hier het veld wat in elkaar zien schuiven. Met dus aan de leiding Anne Eikenaal. Dokrol daarachter. En de snelste op papier Lisa de Ruiter dan in de derde positie. Met collega van Rotterdam Atletiek Ilona van der Giezen daarnaast. Ja, dat zijn wel een beetje die twee op papier de snelste. Dus die zitten daar al goed. En die zullen zo wel naar voren komen. Maar Anne Eikenaal geeft niet af. Zusje loopt helemaal achteraan, hè, Sophie. Doorkomst was 67 seconden, iets langzamer dan beoogd. Dat was 65 seconden voor die 2 minuten 14. En dat zien we ook aan de wavelight, die loopt daar iets verder naar voren. Ja, ze moeten nu al hele mooie dingen uithalen om daar nog in de buurt te komen van die 2:14. Dat zal niet lukken. Maar toch, ja, het ziet er niet slecht uit wat ze hier doen. Hè? Absoluut niet. Terwijl we ook kijken dus naar Anne Eikenaal, die aan het versnellen is. Dat is heel knap. Een klein gaatje, hoor. Ja, dan zullen ze toch een eindsprint moeten halen. Kijk, Krol denk ik dat het ze ook wel moet afgeven. En we zien nu wel dat... Wie komt dan nog naar voren? Dan komt verrassend iemand anders nu ineens opzetten. Absoluut, de atleten in het zwart. Ja, we moeten even kijken zo meteen naar het startnummer. Maar Anna Eikenaal, goed hoor. Het is startnummer 163 die daar op de tweede plaats staat. Eike Maurits is dat, ja. Atleten van Vanos, ja, 22 gaat, jaar. Die gaat nu sprinten met Anna Eikenaal om de overwinning, zo lijkt het. Want voorlopig nog geen Lisa de Ruiter. Nee, persoonlijke records liggen dicht bij elkaar van die dames. Helemaal buitenom in het wit. Misschien dat die nog... Maar Anna Eikenaal, daar gaat het niet halen. Ze gaat tweede worden. Maar het wordt een hele knappe prestatie van Anna Eikenaal sowieso. Daar komt Laila Chachoui. Ja, en die gaat er overheen. Ja. En die wint het laatste. Ja, een hele knappe overwinning. 15 jaar pas. Laila Chachoui, atleten van Almere 81. Thank you.
die versnelling daar gaat. Nog 100 meter te gaan. Ze geeft even een blijk van haar kunnen. De versnelling van Amina Matouf, dat belooft wat voor de finale van morgen. En de kop staat momenteel op 2:12. De tijd zit er voor haar op toe. Zij plaatst zich rechtstreeks voor de finale. Uiteraard de tijden even van Amina Matouf, 2:19:41. Dan was het op 2018, Olaf Donker. We zijn onderweg met de eerste serie, 800 meter achter. Van dienst, Tessa Strijd, gaat aan de leiding Anna Eikendal van Sico 66. Rijdt een doorkomsttijd van 64 seconden. Eber. De winst wordt gepakt door Anna Eikendal, vlak daarachter Lotte van Schaik. Dat zijn wel eens 1 en 2. Kijk eens, 2:15:78. Keurige tijd voor Anna Eikendal. De winst dus voor Janelle Scheper bij het hoogspringen. 1,83 meter de hoogte waarmee zij afsluit vandaag. De tweede plaats voor Marlies van Haren, 1,75 meter. En op de derde plaats eveneens 1,75 meter, maar een foutsprong meer. Vee Witte na. Yes, the one, okay. And understand.